Hoi, ik ben Hanna en vandaag heb ik gekozen voor Guus Kuijers' Hoe word ik gelukkig? Een zelfhulpboek. Nou, van Guus Kuijers hoef je niet te verwachten dat hij zomaar een zelfhulpboek geeft zoals je die vaak vindt met 10 tips over hoe je nog gelukkiger kunt worden. Guus Kuijers die pakt het anders aan. Dit is een herdruk van een boek dat al in 2009 is verschenen, maar is nog steeds super actueel. En waar hij het vooral over heeft is hoe je je leven vulling kan geven. Hoe je, en gelukkig voor hem zit veel meer in jezelf uitdrukken, expressie geven. En hij gaat daarvoor te raden bij grote kunstenaars als Vincent van Gogh en Francisco de Goya. Nou ja, dat zijn mensen die niet per se altijd gelukkig waren in hun leven. En toch vindt hij hen de gelukkigste. Ja, wat ik zo goed vond aan dit boek, is dat het je heel erg doet nadenken over wat ervoor zorgt dat je leven betekenis heeft. Daar gaat het eigenlijk over. Dus over ambitie, over individuele keuzes. Daar gaat het over. En dat maakt het boek heel erg bijzonder.